De zaak is uitgesteld. Laat me iets duidelijk stellen. Er was niet gepland voor een openbare verkoop of voor een vonnis vandaag. Ik bedoel, de geruchten die de ronde deden, dat was onjuist. Want vandaag zou er geen veiling zijn. Vandaag is er een reguliere zitting geweest, waarbij partijen waren opgeroepen om uitleg te geven van hoe verder. Want SASUR vindt dat er een vordering is, SRS vindt dat er geen vordering is. En daarvoor wilde de rechter meer weten. En de rechter, de advocaten zijn aan de beurt geweest en ze hebben gesproken. En de rechter heeft ze ruimte gegeven om stukken uit te wisselen. En dan gaat de rechter dan een oordeel kunnen vellen. Want nu is de rechter niet voldoende geïnformeerd over de gang van zaken. En we verzoeken nu dat de internationale muziekauteursrechtenorganisaties door het ministerie van Justitie en Politie officieel in kennis worden gesteld van de intrekking van de beschikking van SASUR om te mogen bemiddelen. En dat er zo spoedig mogelijk ordening en regulering van de sector plaatsvindt, waarbij er rekening gehouden wordt met de belangen van alle belanghebbenden en tevens voorzieningen getroffen worden voor onder meer transparantie en verantwoording. En wij gaan over tot de orde van de dag. Laat me zeggen, ik vind het jammer dat we opnieuw met deze issue geconfronteerd worden. Ik dacht dat we deze zaak achter ons hadden gelaten. Het blijkt dus nu dat het niet, in elk geval niet geheel is opgelost. Het is dus een werk weer voor het parlement om te gaan kijken waarom, ondanks de acties vanuit de regering, dit vandaag nog is. En we gaan het direct oppakken. Ik denk dat deze issue inderdaad helemaal moet worden geregeld. Ik denk niet dat we het overheidsstation kunnen laten falen. Dat is een andere issue naar de regering toe. Ik weet niet hoe dat gaat worden opgelost. De rechter gaat een oordeel vellen. Als het zo is dat SRS SASUR verschuldigd is, dan moeten er afspraken gemaakt worden. En daartoe, dat weet SRS ook, daartoe is SASUR bereid voor. En als blijkt dat SRS SASUR niet verschuldigd is, dan gaat SRS SASUR niet betalen. Ik bedoel 0,00. Dat is toch simpel? Dat is wat er aan de orde is. De zaak is uitgesteld. Another order. De zaak is uitgesteld. En je mag ervan uitgaan dat de uitstelling van deze zaak ook heeft te maken gehad met uw aanwezigheid. Ja! Meneer Ravenberg, u staat nu hier met de heer Ramlal. Geen gevoel van rok of zo? Nee, geen gevoel van rok. Ik wil de totale Surinaamse gemeenschap vragen om het hoofd koel te houden. Alles komt goed. Alles komt goed. Beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld om wat zaken te regelen. En dan komt er een officieel ding. Dus geen paniek, Surinamers. Ja, toch meneer Ramlal? Ja, zit hier. Ik bedoel, ik heb wel gehoord hoor, ik zou jullie ook komen ondersteunen, maar helaas was ik van de andere kant. By the way, Suriname, ik was jarig gisteren, maar ik heb je uitgenodigd om van ja. We gaan nu onze volgende strategie inzetten, maar dat ga ik hier niet bekendmaken. We hebben al gewonnen. Blijf gewoon luisteren, dan hoor je wat onze volgende strategie is, via alle media, omdat werkelijk, nou, kom gebruik aan netjes worden, deze stichting te elimineren, echt wel. Een volksvijandige stichting moet geëlimineerd worden. En daarachter staat het volk om het zover te krijgen, en wel met de rechtsgeldende middelen en mogelijkheden. Als het zo moet zijn dat SASUR moet ophouden te bestaan, so be it. Maar kijk, zolang SASUR gerechtigd is en wettelijk bezig is, dan denk ik niet dat vooral SRS SASUR gaat tegenhouden. Ik denk meer dat SRS hier is gekomen samen met wat support om
de zaak te ondersteunen. Kijk, SRS is een bedrijf, is een stichting, is een bedrijf. Ik kan best snappen dat wanneer je eventueel op de veiling gaat, dat je dan acties gaat willen ondernemen. Dat zou SASUR ook doen. Snap je? Als je bedrijf op de veiling gaat of dergelijke, ga je dat doen. En je komt je recht hier halen. En ik denk, als SASUR moet ophouden te bestaan, dan zijn er ook structuren die dat zouden moeten adviseren en bepalen. En als dat moet gebeuren, so be it. We hebben trouwens, SASUR heeft ook gesprekken met andere vertegenwoordigers van organisaties. Ik ga ze niet bij naam noemen. Ik heb ze namen? Ja, ik heb ze ook hier tussen gezien. En SASUR houdt zich aan de afspraken. We moeten zien als er eventueel een samenwerking komt, al dan niet. Dan moeten we kijken. En als ze vinden van nee, jij op Rotterdam, dan kan dat ook gebeuren hoor. Maar laat het op een rechtvaardige manier gebeuren.